De ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto's zijn de laatste jaren steeds beter zichtbaar. En ook in dit jaar, in 2019, komen enkele grote fabrikanten met een elektrische auto op de markt. Maar hoe ziet de toekomst van de zelfrijdende elektrische auto er nou uit? In deze video gaan we kijken naar de huidige ontwikkelingen en de voorspellingen voor de toekomst. Om te kijken wat we kunnen verwachten. Of het nog slim is om de komende jaren een auto te kopen. En of er nog mogelijkheden zijn om te investeren in deze toekomst en daar geld op te verdienen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En in deze video gaan we kijken, dit is de eerste video uit een reeks genaamd De Toekomst. En hierin kijken we dus naar wat de toekomst ons kan bieden en of er mogelijkheden zijn om te investeren zodat we in de toekomst geld kunnen verdienen. Zijn dit nou onderwerpen die je interessant vindt en niet wilt missen in de toekomst? Abonneer dan op het kanaal en klik op het belicoontje om een notificatie te ontvangen op het moment dat ik weer een nieuwe video upload. De informatie in deze video komt uit veel verschillende bronnen, maar ook veel van deze informatie komt van één iemand vandaan en dat is Tony Shiba. Dit is een hoogleraar, een Amerikaanse hoogleraar, die zich bezighoudt met allemaal veranderingen. Hij bestudeert die veranderingen, bijvoorbeeld de mobiele telefonie, rond 2000 zeg maar. En nu kijkt hij dus bijvoorbeeld naar elektrische zelfrijdende auto's. Hij kijkt dan vooral naar markten zoals zonnepanelen, batterijen of accu's. En het zelfrijden. Ik kan je een van zijn lezingen zeer aanraden. Dit is een lezing van ongeveer een uur. Maar ik kan je vertellen dat het uur zo voorbij is. Omdat ik vond het persoonlijk zelf in ieder geval heel interessant om te kijken. Zeker omdat je een beetje de toekomst in probeert te kijken. Dus mocht je nog een keer de tijd over hebben om het te kijken. Ik zal een linkje naar deze lezing plaatsen onder deze video. Maar zoals gezegd gaan we in deze video zelf kijken naar heel veel informatie over zelfrijdende elektrische auto's. En voordat we aan deze video kunnen beginnen moeten we natuurlijk eerst weten wat zelfrijdend is. Welke definities hiervoor. Er zijn namelijk 5 stappen. Of niveaus van zelfrijdende auto's die je terugvindt in dit plaatje. Het plaatje begint met niveau 0, dus eigenlijk geen niveau, maar we nemen het toch even mee. Dat is dat het auto niet zelfrijdend is en dat de bestuurder alles moet doen. Kijken we dan naar niveau 1. Auto's kunnen 1 taak overnemen, zowel bijvoorbeeld cruise control of automatisch remmen. Niveau 2 houdt in dat ze tenminste 2 taken kunnen overnemen, zoals misschien adaptieve cruise control of lane keep assist, zodat je in ieder geval binnen de lijntjes blijft als er iets gebeurt, dat de auto het corrigeert. Kijken we dan naar stap 3. Auto's kunnen dynamische taken overnemen, maar een bestuurder blijft noodzakelijk. Dit is eigenlijk een beetje het niveau waarop Tesla nu vaak is met zijn autopilot. Hij kan al redelijk lange stukken op de snelweg bijvoorbeeld helemaal zelf regelen. Kijken we naar niveau 4, dan kan een auto zonder bestuurder rijden in bepaalde locaties. Dan kan hij dus alles zelf doen, maar wel in een gebied wat vaak goed in kaart is gebracht. En dan eindigen we met niveau 5. Een auto kan volledig zelfstandig rijden en er is geen bestuurder nodig. En dit kan dus overal zijn. En het hoeft dus niet zo te zijn dat alleen een heel gebied waar van tevoren een kaart is gebracht, dat die daar kan rijden. Maar je zou dus een auto een opdracht kunnen geven om naar de andere kant van het land te rijden. En dan kan die alles zelfstandig doen. Nou zitten we nu dus in niveau 3 en het klinkt misschien nog allemaal heel ver, niveau 4 of 5, dat auto's bijna zelfstandig of helemaal zelfstandig kunnen rijden. Maar er zijn veel fabrikanten bezig met deze techniek en ze investeren ook heel veel geld hierin. En het is dan ook interessant om te kijken welke voorspellingen deze bedrijven hebben. Hoe zien zij de toekomst van zelfrijdende auto's tegemoet eigenlijk en wanneer verwachten ze dat het mogelijk is? In dit overzicht zie je enkele fabrikanten met hun verwachtingen, zeg maar. En in welk niveau? Nou, kijk je naar Ford. Die heeft bijvoorbeeld 2021 verwacht zijn niveau 4 of zelfs al 5 aan te bieden. Dan heb je Honda, Toyota, Nissan, die allemaal in 2020 verwachten niveau 4 te kunnen aanbieden. Volvo en Daimler. Daimler is dan het Amerikaanse bedrijf wat vooral ook met de vrachtwagens meetelt. Die verwachten in 2021 niveau 4 aan te leveren. BMW doet in niveau 4 of 5 ook in 2021. En recentelijk heeft Tesla nog gezegd dat ze in 2019 al verwachten niveau 5 te kunnen aanbieden. Nu met hun Model 3 en hun software die ze nu hebben, zou het theoretisch gezien mogelijk zijn om dit jaar dus al dat te activeren dat een auto zelf rijdt. In ieder geval die van Tesla. Het is eigenlijk nog puur afwachten op tot de wetgeving het toestaat, want dat is op dit moment nog niet het geval. Deze zelfrijdende auto's bieden natuurlijk ook weer nieuwe kansen. En dan krijg je dus Transport as a Service of Transportation as a Service. En dit houdt in dat verschillende bedrijven zijn daar al mee bezig. Die investeren heel veel geld om deze techniek op te bouwen. Dus te zorgen dat die technologie er is, zodat auto's zelfstandig kunnen rijden. Dit zijn niet alleen die fabrikanten zoals ik ze eerder noemde, maar denk je bij aan bedrijven zoals Google, Apple en Uber. Google heeft inmiddels al auto's zelfstandig rondrijden in een bepaalde stad. Een klein stadje, maar daar gaat dus alles al zelfstandig, zoals niveau 4 eigenlijk al aangeeft.
Wil je nou meer informatie hierover, dan moet je even zoeken op internet op het bedrijf Waymo. Dat is dus het onderdeel van Google dat zich bezighoudt met zelfrijdende auto's. Maar denk ook aan Uber, die zich bezighoudt met deze techniek. Zij hebben zelf een hele vloot van Volvo's waarbij zij werken aan deze zelfstandig te maken. Helaas is er in 2018, geloof ik, dat het was een dodelijk ongeluk gebeurd, waardoor het even stil lag. Maar op dit moment hebben ze het weer hervat en zij proberen dus ook in de toekomst te zorgen dat zij de technologie hebben om hun eigen auto's zelfstandig te laten rijden. Gezamenlijk hebben deze bedrijven al meer dan 20 miljard dollar geïnvesteerd in deze techniek, in deze ontwikkeling van deze techniek. En dit komt natuurlijk omdat degene die dit als eerste aan kan bieden, eigenlijk zorgt dat ze bergen van geld kunnen verdienen. Dit komt namelijk omdat op het moment dat het aangeboden kan worden, bijvoorbeeld door Google of door Apple, zij het waarschijnlijk in licentievorm zullen doen. En zij dus die licentie van deze techniek of technologie willen verkopen. Bijvoorbeeld aan een bedrijf als BMW dat het dan per auto kan kopen, zeg maar. Maar je hebt bijvoorbeeld Uber die het dan natuurlijk zelf wil houden, die techniek. Misschien gaan ze het ook wel op licentie doen. Maar ze houden het in ieder geval van tevoren eerst voor zichzelf. Om te zorgen dat ze hun eigen, zoals gezegd, hun taxivloot, zeg maar, zelfstandig kunnen laten rondrijden. De reden dat Uber dit wil doen is natuurlijk omdat de kosten van de chauffeurs op dit moment een heel groot gedeelte zijn van hun kosten. Op het moment dat je dus een auto kunt hebben zonder chauffeur, kunnen zij dus een gedeelte, ja, hebben ze meer marge en kunnen ze dus meer winst maken op de lange termijn. Wanneer een auto namelijk zelfstandig kan rondrijden en ook nog eens elektrisch is, dan krijg je het zo dat een auto dus in principe de hele dag rond kan rijden. Hij kan mensen ophalen, hij kan mensen wegbrengen, hij zou zelfstandig weer ergens kunnen opladen om vervolgens de volgende ronde te maken. En op die manier zorgt het bedrijf ervoor dat eigenlijk hun auto continu in gebruik is op het moment dat het nodig is. En omdat die zoveel gebruikt wordt, kan de kosten van de auto, die al lager zijn omdat er geen chauffeur zijn bijvoorbeeld, kunnen ook nog eens gedeeld worden door meer uren dat die inzetbaar is. Dus de kosten per uur zijn eigenlijk nog lager. En dan kan het zomaar zijn dat op een gegeven moment een auto als een taxi, als Uber, zeg maar, oproepen goedkoper is dan een auto zelf in bezit te hebben. Nou is niet alleen Uber bezig met dit idee, ook Tesla denkt hieraan. Het verschil is alleen dat Uber zijn eigen auto's zou hebben en Tesla heeft de auto's die het al heeft geleverd aan klanten. Het kan namelijk zo zijn, dat is het idee van Tesla tenminste, dat ze in de toekomst, dat jij 's ochtends naar je werk rijdt of wordt gereden door je Tesla. Je stapt daaruit en op dat moment activeer je een soort modus, zeg maar, dat je auto rond kan gaan rijden. En dat die dan dus eigenlijk geld kan gaan verdienen, omdat die mensen wegbrengt en ophaalt. Misschien echt ergens ondertussen weer oplaat. Hij doet dit de hele dag totdat hij weer nodig is, zeg maar, op het moment dat jij naar huis gaat. Dan zorgt Tesla weer dat hij bij jou voor kantoor voor de deur staat en brengt hij jou naar huis. Dit klinkt natuurlijk allemaal nog heel erg apart, omdat we dit bijna niet kunnen voorstellen. Maar hoe meer informatie je hierover inwint en hoe langer je er eigenlijk over nadenkt, is tenminste mijn ervaring, hoe logisch het eigenlijk klinkt. En een groot gedeelte daarvan heeft ook weer te maken met de kosten van een elektrische auto. Als eerste kunnen we hierbij denken aan de aanschafkosten. Aanschafkosten van een elektrische auto zijn nu nog hoger dan van een verbrandingsmotor, zeg maar, van een auto met een verbrandingsmotor. Dit komt ten eerste door de motor zelf, maar ten tweede ook door een groot gedeelte eigenlijk door de accu's of de batterijen die in deze auto's zitten. Veel bedrijven zijn bezig om deze accu's te ontwikkelen of in ieder geval in de toekomst te gaan ontwikkelen. Ik maak hier weer gebruik van Tesla, ten eerste omdat ik een investeerder ben in Tesla, omdat ik dus ook veel informatie weet over dit bedrijf, maar ten tweede ook omdat Tesla gewoon op de concurrentie ver voorloopt, zeker in principe in hun kwaliteit van producten, maar ook in hun omvang van producten. Tesla heeft enkele jaren geleden de Gigafactory gebouwd. Dat is een enorme fabriek die trouwens nog steeds groter wordt. En onder andere maken ze hier accupakketten voor auto's. Door deze grote schaal waarop zij dus deze producten kunnen maken, deze accu's, zorgt ervoor dat ze de prijs per accu omlaag kunnen brengen, waardoor het steeds interessanter wordt. En ook dingen die ze leren, de technologie, kunnen ze meenemen in de volgende stap, waardoor het opnieuw goedkoper wordt. Waar enkele jaren geleden nog $200 voor een kilowattuur van batterijcapaciteit werd betaald, daalt dit de laatste jaren sterk. Experts zeggen dat de ideale prijs tussen de $90 en $100 ligt per kilowattuur batterij, omdat dit ervoor zorgt dat auto's betaalbaar zullen gaan worden. Tesla loopt hierin voorop en geruchten gaan dat ze enkele maanden geleden tijdens een rondleiding in die fabriek hebben gezegd dat ze op dit moment de capaciteit hebben en de mogelijkheid hebben om batterijen voor $100 per kilowattuur te ontwikkelen, wat dus zorgt dat ze in ieder geval volgens de experts in dat niveau zitten waardoor auto's betaalbaar zullen gaan worden. En denk hierbij dus aan de Tesla Model 3 die Elon Musk heeft aangekondigd. Die wordt op dit moment al geleverd, alleen dan de hoge
performance edities en de dual motors, noem het allemaal maar op. Maar hij zou ook een versie aankondigen van $35,000, dus ongeveer €30,000. Nou, door deze techniek, of in ieder geval door de kosten van de batterij, zie je dat dit in korte termijn mogelijk wordt. En zie ik zelf dat het in Amerika in ieder geval in 2019, dus dit jaar, die auto voor ongeveer die prijs geleverd zal gaan worden. Behalve de kosten voor de aanschaf heb je natuurlijk nog veel meer kosten te maken bij een auto. Denk je bijvoorbeeld aan de brandstof, dit kan benzine, diesel of elektriciteit zijn, maar ook de onderhoudskosten. Nou is het natuurlijk bij een verbrandingsmotor veel hogere onderhoudskosten dan bij een elektrische auto. En dit komt mede doordat een verbrandingsmotor, of in ieder geval een auto van een verbrandingsmotor, vaak 20.000 onderdelen heeft, terwijl het bij een elektrische auto vaak rond de 2.000 zit. Dus veel minder producten die sowieso bewegen en dus ook veel minder dingen die kapot kunnen gaan. Een belangrijk onderdeel bij elektrische auto's is natuurlijk de accu. Nou is de techniek van accu's nog niet zo lang dat we al heel veel over weten. Maar we kunnen wel kijken naar bijvoorbeeld enkele Tesla's die als taxi zijn ingezet. En daar kunnen we al gaan kijken naar wat de kosten zijn en hoe de batterij eraan toe is. Nou, als we gaan kijken naar Amerikaanse cijfers, dan zijn er gevallen dat een auto na zoveel kilometers gereden te hebben pas ongeveer €20,000 aan, of dollar in dat geval, aan onderhoudskosten heeft. En dat batterijen vaak nog minstens 90% capaciteit hebben na zoveel kilometers. Als je dan kijkt naar wat een gewoon iemand zal rijden met een auto, dus zeg maar 10 tot 30.000 kilometer per jaar, en je hoort dan de cijfers die bij deze 500.000 kilometer horen, hoe de accu er nog aan toe is, welke onderhoudskosten je hebt, dan is dat er gewoon heel erg aantrekkelijke toekomst. Wat dan weer belangrijk is bij elektrische auto's is natuurlijk de prijs van elektriciteit. We zien dat deze de laatste jaren daalt. Dus misschien niet bij jou thuis het geval, maar wel op wereldwijde schaal. Kijken we bijvoorbeeld naar enkele projecten in Mexico en landen rond de Evenaar, dan is het vaak al mogelijk om via zonnepanelen elektriciteit op te wekken en op te slaan in een batterij van minder dan $3 per kilowattuur. Dus hoewel de prijs van elektriciteit bij jou thuis en bij mij thuis op dit moment zal stijgen, zie ik dat in de komende jaren, dus op lange termijn, dit juist zal dalen. Dit komt onder andere doordat er steeds meer zonnepanelen zijn, omdat deze steeds aantrekkelijker geprijsd zijn. We hebben steeds meer aantrekkelijk geprijsde batterijen om die energie in op te slaan. En we kunnen het ook steeds makkelijker tussen landen eigenlijk doorsturen, de stroom. Dus we kunnen stroom krijgen bijvoorbeeld uit Afrika als daar de zon schijnt. Of uit Noorwegen omdat daar veel via water of wind stroom wordt opgewekt. En door deze heel netwerk zal de prijs op lange termijn in ieder geval van stroom dalen. Nu je al deze informatie weet, kun je je eigen afvragen of het nog interessant is om een nieuwe auto te kopen. En zeker als je kijkt naar een auto met een verbrandingsmotor. Ik denk dat het een slechte investering is, omdat je eigenlijk al weet dat elektrisch rijden in ieder geval de toekomst is. In ieder geval op korte termijn. En dat het dus als je bij gewone kilometers rijdt en je rijdt, je moet het niet voor je werk doen, zeg maar, dan is het dus geen slimme investering. Dit komt omdat op het moment dat elektrische auto's in één keer populair gaan worden, dat dan de restwaarde van je auto in één keer heel erg zal dalen. Dus koop alleen een auto met verbrandingsmotor als je eigenlijk in de komende 3 jaar die auto helemaal afschrijft en op dat moment dus weer toe bent aan een nieuwe. Wat veel mensen doen, en dat zie je ook terug in de verkoopcijfers wereldwijd, maar in ieder geval hier ook in Nederland, is nog even wachten met een auto kopen. Je ziet het in de cijfers van afgelopen jaar, 2018, toen werden er ongeveer 450.000 auto's verkocht. De laatste jaren was dit ongeveer hetzelfde, maar we moeten echt terug naar 2012 om hogere verkooppercentage of hogere verkoopaantallen te zien. Dus je ziet dat ook de markt eigenlijk op dit moment een beetje in het wachten is. Dat is tenminste mijn idee dat mensen doen. Ze zien dat deze techniek er aankomt. Alleen dat die voor veel mensen nu nog te duur is. Dat je dus het beste even nog een paar jaar langer kunt doen met je auto. Dat kan vaak best. Misschien zijn de onderhoudskosten dan iets hoger. Maar je wacht gewoon op het moment dat een elektrische auto die de toekomst heeft voor jou betaalbaar is. Maar als de wetgeving het binnenkort toestaat dat elektrische auto's of gewone auto's zelfstandig zouden kunnen rondrijden, dan krijg je natuurlijk te maken met een heel nieuwe situatie. Zoals eerder gezegd, op dat moment kan Uber een taxiservice gaan aanbieden waarbij taxis bijna 24 uur per dag zouden kunnen rondrijden of in ieder geval bezig kunnen zijn. En dat zorgt ervoor dat de prijs van een auto per uur gewoon heel erg zakt. Dan krijg je dus een situatie waarin het zo is dat misschien een auto oproepen, een taxi in oproepen, goedkoper is dan een taxi te bezitten. We zagen dit enkele jaren geleden al met streamingdiensten en we gaan dit waarschijnlijk ook dus zien bij het vervoer. De toegang tot video, muziek
of vervoer wordt uiteindelijk belangrijker dan het bezit zelf ervan. En zeker op het moment dat het, de kosten ervan, van het bezit, hoger zullen zijn dan de toegang daartoe. Nu we dit allemaal weten, kunnen we ons eigen afvragen, kunnen we ook investeren in de toekomst? En welke mogelijkheden zijn er dan? Natuurlijk zijn er de autofabrikanten zelf, degenen die de software ontwikkelen zoals Google en Apple, maar ook de hardwarefabrikanten die deze producten mogelijk maken. Investeren in Google of Apple zou kunnen, maar dat is niet mijn voorkeur, omdat het bedrijf heel gevarieerd is en dat dit slechts een onderdeel van hen is en dus ook heel moeilijk in te schatten is, vind ik zelf, en daarom laat ik ze naast me liggen. Een bedrijf wat hier wel interessant voor is, is misschien Nvidia. Dit kennen we vaak, de gamers zullen het kennen van de grafische kaarten. Nou, omdat een auto, een zelfrijdende elektrische auto, heel veel informatie moet verwerken vanuit zijn camera's, uit zijn omgeving, heb je dus grafische chips nodig die heel veel data kunnen verwerken. Tesla maakt ze op dit moment zelf, maar het kan zomaar zijn dat andere fabrikanten zullen vertrouwen op chips van een andere fabrikant. Dat zou zomaar Nvidia kunnen zijn. Zoals gezegd zou je ook zelf een elektrische auto kunnen kopen die zelfrijdend is en deze dan vervolgens in te zetten. Dit zou een Tesla kunnen zijn, maar er zullen vast bedrijven of andere fabrikanten zijn die deze service eigenlijk in de toekomst ook gaan aanbieden. Dus jij gaat 's ochtends naar je werk, je zorgt dat je auto opgeladen is, hij gaat rondjes rijden, hij verdient eigenlijk geld voor jou en dat zou dus ook een investering voor jou kunnen zijn. Zoals gezegd ben ik zelf investeerder in Tesla. Ik heb daar geloof ik 10 aandelen op dit moment en ik zit er nog aan te denken om een positie uit te breiden. Het is een aandeel met veel risico's, maar ook met enorme mogelijkheden in de toekomst. Zeker omdat Tesla zich volledig richt op elektrische auto's en misschien wel zelfrijdende elektrische auto's, terwijl andere fabrikanten dit vaak nog erbij doen. Ze hebben vaak nog fabrieken, machinelijnen, personeel nodig die allemaal de oude lijnen in stand houden, de oude modellen. Dus ze zullen die snel moeten afboeken. Daar zijn investeerders niet blij mee. Dus om daarin te investeren lijkt mij niet zo'n slim plan. Tesla zelf is natuurlijk nog steeds risicovol. Maar je ziet inmiddels dat ze al 2 kwartalen winst maken. En ook de komende kwartalen zie ik wel dat ze winst zullen gaan maken. Maar het blijft dus een risicovol iets. Maar wel met iets met enorm veel mogelijkheden. In de komende week ga ik hier ook verder op in. Dan ga ik het laatste kwartaalrapport van Tesla helemaal behandelen. Om te gaan kijken welke informatie ze hebben, welke vooruitzichten ze hebben. En waarom ik het persoonlijk in ieder geval om nadenk om meer te investeren in Tesla. Maar ik hoor ook graag jullie feedback op deze video of de alternatief om te investeren, of misschien heb je een ander idee waarin je kunt investeren in deze toekomst. Laat het weten in de reacties onder deze video. Dan maak ik in het vervolg een video en neem ik al jullie reacties mee. En dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook in de reacties onder deze video weten waarom je het zo vond. Dan kan ik altijd nog iets van leren en meenemen in de volgende video. Ben je nog geen abonnee, maar heb je dus wel tot het einde van deze video gekeken, dan is het waarschijnlijk interessant voor jou. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je op dit kanaal en dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.